tartatatin. Normaal met appel, maar vandaag maak ik hem met uien, karamel en tijm. Een heerlijke combinatie. Ik ga alles uitleggen, maar ik begin altijd met de oven aan te zetten. Even voorverwarmen op 200 graden. We beginnen met een karamel te maken, want dat staat eventjes op het vuur. We nemen een klein pannetje, doen er wat suiker in en een beetje water. Hoeveel water maakt eigenlijk niet uit. Het moet toch helemaal verdampen doordat het karamel is. Lekker is natuurlijk ook om een beetje honing in te doen of een beetje appelstroop. Zeker met die uien, het zou een lekkere smaak geven. Dit zet ik op het vuur. Voordat ik het deeg ga maken, ga ik eerst de uitjes aanfruiten. Lekker om shallotjes te pakken. Ik vind het altijd mooi om de uitjes zo te halveren. Dus niet overdwars, maar over de lengte. Zo, en de laatste. Even kijken of de karamel goed gaat. Wat boter in de pan. Wat ik altijd doe, is als de boter nog schoon is, alleen een beetje gesmolten, en een kwastje even mijn pannetje invetten. Dan hoeft dat niet met al die pancoatings en zo, maar gewoon lekker met roomboter. Je ziet dat de karamel natuurlijk karamel geworden is. Een klein beetje room. Even uitblussen. En met een houten spateltje, die wel een spateltje die goed tegen de hitte kan, even mooi binden. Een vuur af en mooi glad roeren. Nou, die karamel, die is klaar en doe ik in het pannetje. Gewoon een dun bodempje. Je ziet dat je niet veel suiker nodig had. En eventjes zo mooi maken. De boter is mooi gesmolten. Doe ik een klein beetje suiker in. Gewoon omdat kan. Een beetje balsamico. Je kunt ook altijd nog honing in doen. Gewoon lekker maken. Mooi de uitjes in. Alles opmaken natuurlijk, hè. Deksel op de pan en laat maar even lekker staan. De tartatin is ooit ontstaan omdat een van de zusjes Tatin er vlak voordat ze de appeltaart in de oven zette, erachter kwam dat ze het deeg in de vorm vergeten was. En wat deed ze toen? Ze deed het deeg over de appeltjes en toen ging hij de oven in. We gaan een deegje maken. In deze keer niet echt een bladerdeeg, maar een tartatin deeg. Er wordt veel gemaakt, wel boter en bloem, maar we gaan niet in laagjes uitrollen. We gaan het gewoon goed mengen. Pak lekkere koude boter, zodat het deeg niet te warm wordt. Je ziet als het deeg begint te kruimelen, doe ik het water bij. Niet meteen al het water erbij, wat terughouden, even kijken wat het doet. Je weet nooit hoeveel water de bloem kan opnemen. Kijk, ik hou zelfs wat water over. Even het deegje mooi droog draaien. Altijd handig om wat bloem op je plank te leggen. Zo, even een mooi bolletje van maken. Een plastic folietje of een plastic zakje. Wel bloem erop doen. Ik zie heel vaak mensen zo'n bol in de koelkast leggen. Maar dat koelt natuurlijk moeilijker. Ik ga hem gewoon plat maken. Dat koelt wat sneller. Even afdekken. Er zit heel veel boter in het deeg, dus het deeg gaat heel makkelijk plakken. Maar als ik hem even in de koelkast leg, dan wordt dat boter weer stevig en kan ik hem dadelijk wat makkelijker uitrollen. Zo, het deeg is mooi met plastic bekleed. Kan de koelkast in. De uien. Nou, je ziet het. Ze worden wat glazig. Die zijn goed. Nu is een heel belangrijk dingetje. Zet de pan nooit op de aanrecht. Altijd op een snijplank of op een verhoging. Waarom? Straks moet ik het deegje uitrollen. Als daar het hele aanrechtblad warm is, nou, dat smelt en dat gaat plakken. Dus altijd op een onderplaat. Ik ga het eerst nog een beetje lekker maken. Hier, wat een takje tijm. Gezellig. Ziet er gezellig uit. Je kunt er gerust ook alvast een beetje peper en zout op doen, hoor. Geeft niks.
Want ik ga nu de uien erop leggen. Je kent het wel, een tartin is een omgekeerde appeltaart. Hè? Belangrijk bij deze taart is dat die dus omgekeerd wordt. Zodat het deeg weer aan de onderkant komt. Zodat je mooi ziet wat voor vulling dat is. En die vulling was ooit appel. Maar tegenwoordig kan het eigenlijk van alles zijn. Als er maar karamel op de bodem zit. Deeg aan de bovenkant. En daartussen kun je peren doen. Kun je uien doen. Maar bijvoorbeeld ook tomaatjes. Mooi een beetje aandrukken. Goed verdelen. Misschien nog een klein beetje peper. Gezellig. Of als je nog andere kruiden wil. Maar geen takjes meer hierop leggen, want die krijg ik natuurlijk niet meer uit als daar het deeg erop zit. Ik ga deeg halen. Het deegje. Pak een beetje bloem. Zodat je mooi los blijft. Zie je dat? Anders moet ik dat op de tafel doen, dat is onhandig. Gooitje. Als ik daar het deeg niet prik, ik doe het zo op een pannetje, gaat hij heel erg blazen in de oven. Het gaat natuurlijk koken en dan werkt heel dat deeg omhoog. Door dat gaatje kan hij mooi zijn damp kwijt. Dan bakt hij wat mooier. Oké, pannetje is droog. Even kijken hoe groot je moet zijn. Want hij moet net zo groot zijn als de bovenkant. Dus ik pak dit, snij je zo mooi langs. Je ziet nou hoe makkelijk het is dat ik even het op plasticje heb gedaan. Nu kan hij er mooi af. Dan gaan we bakken op een roostertje, dat de warmte er mooi onderbij kan. 20, 25 minuutjes. 200 graden. Oké, in de oven. Gebruik bij het maken van een tartatin altijd een dichte vorm. Want je doet eerst de karamel, dan de appels of uien of wat dan ook, dan het deeg. Maar als je nou bijvoorbeeld een springvorm zou gebruiken, dan loopt die karamel loopt door je springvorm heen. Dus niet doen. Je kan wel een koekenpan gebruiken, maar zorg er dan voor dat de koekenpan een ovenvaste steel heeft. Want anders is je pan aan de knoppen. Zo, ze hebben ongeveer 25 minuten gebakken. We gaan kijken. Zo. Het deeg zal natuurlijk nooit hard kleuren, omdat er alleen maar bloem en boter in zit. Ik doe altijd eerst even kijken of ik wat sap kan afgieten. Dus altijd even controleren of je... Nou, er zit bijna niks in. Dus ik ga hem meteen omdraaien. Altijd een spannend momentje om hem om te draaien. Want hij is natuurlijk warm. Je moet hem wel meteen lossen. Want er zit karamel in. Zou ik daar te lang wachten, dan plakt het aan de bodem. Dan gaan we dan in één keer. Hoepatee. Was spannend, hè? Kijk eens hoe mooi. Een heerlijke tartaret, hè? Even mooi presenteren natuurlijk. Taartschepje. Mooi even de takjes eraf. En met hetgeen wat er langs is gevallen, kan ik ze nog een beetje aflakken. Het oog wil tenslotte ook wat, hè? Even nieuwe takjes erop. Zo, hij is klaar. De tartatin van uien. Gekarameliseerde uien. Ik zou zeggen, aan tafel.